Drie kwartier voor Monique Schouten van de V-Circle Academie. Zij gaat ons uitleggen hoe we dan kunnen ontdekken welke kleur wij hebben en wat je daar dan mee zou kunnen doen. Zeg ik dat zo een beetje goed? Ja, een beetje inderdaad. Alle beetjes helpen, André. Dank je. Fijn dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk. Fijn dat er ook nog mensen gebleven zijn na al twee hele mooie verhalen. Mijn verhaal sluit op een bepaalde manier hier natuurlijk ook weer bij aan. Want ook ik ben eigenlijk mijn hele leven al geboeid door wat drijft mensen. En sterker nog, hoe kan je dat nou in kaart brengen? Want het is zo verdomde lastig. Hè? We zagen prachtige modellen voorbij komen, grafieken. Welke kleur ben je? En dan ga je al, meet je dat? Hoe weet je dat? En dan, als je het weet, wat weet je dan? Hè? Lastig. Wat ik heb gedaan is een model ontwikkeld om onze onbewuste drijfveer in kaart te brengen. Dat is eigenlijk onze overlevingsstrategie. Die hebben we allemaal, hebben een overlevingsstrategie. Klinkt zwaarder dan het is. Het helpt ons gewoon met overleven. Hebben we nodig. Hè? Als ik hier vanavond een lezing moet geven, vind ik dat spannend. Dat is ook een soort van overleven. En dan denk ik, oké, wat ga ik doen? Nou, wat ga je doen? Hè? Als je iets doet wat spannend is, ga je goed voorbereiden. Je gaat erover nadenken. Je gaat bedenken, wat is dit voor doelgroep? Wat zouden deze mensen willen horen? Wat zouden ze aankunnen? Hoe zal ik hem eens inparkeren? Nou, er gaat van alles door je heen. Hoe ga ik zo'n PowerPoint maken? Pak ik die PowerPoint uit de kast die er al lag? Ga ik hem toch een beetje aanpassen? Je bereidt je voor. Want het doel is om vandaag natuurlijk een goede indruk op u te maken. En u iets mee te geven van mijn gedachtegoed. Dat is de V-cirkel. Daar ga ik u over vertellen. Een model dat ik zelf heb bedacht. En ik zal u dadelijk vertellen waarom ik dat heb bedacht. Het heeft alles te maken met een thema waar u ook de hele dag mee bezig bent. Veiligheid. Ik ben zelf ook de hele dag met veiligheid bezig. Maar dan meer met de veiligheid van mensen. Wanneer voel je je nou veiligheid als mens. Nou, daarover filosoferen dacht ik gisteren. Ik zal eerst eens eventjes wat rondneuzelen op internet. En ik kwam op Wikipedia. En ik dacht, dat is dus blijkbaar een omschrijving van het begrip veiligheid. Leest u even rustig. Dus. Het is wel een ingewikkelde, hè, dit. En dan gaan we al, hè. Woorden zijn heel ingewikkeld te duiden. Hè? Dus ik kan u zo vragen, wat is veiligheid? André zegt een gevoel. Veiligheid is een gevoel, zeg je. Noem nog eens wat. Wat is veiligheid? Ja, precies. Veilig heeft altijd ook weer te maken met het omgekeerde, gevaar. Hè? Polariteiten. Dus geen nacht zonder dag. Geen zon zonder schaduw. Er is geen veiligheid zonder gevaar. Dus er moet potentieel gevaar zijn. Eén ding was heel geruststellend. Dat is de volgende sheet. Veiligheid is een relatief begrip. Aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Nou, dat was heel geruststellend. En daar kunnen we denk ik allemaal wel mee eens zijn. Volgende plaatje misschien. Dat we het ook heel erg mooi zien. Oké. Dus, waar ben ik mee bezig? Wanneer voelen we ons veilig? Als je jezelf kunt beschermen, u zei het al, tegen gevaar. Als je zeker weet dat je geen schade oploopt, en zo stond er nog veel meer ook in de Vandalen. Als je risico's kan vermijden. In mijn termen, vanuit de psychologie gezien, veilig voel je je als je zeker weet dat je kunt overleven. En daar zijn we eigenlijk ook allemaal mee bezig. Daar bent u mee bezig, maar daar is ook uw klant mee bezig, met overleven. En wat er nou zo boeiend is, en we hadden het net al in het eerste verhaal kwam dat ook voorbij, er moet een koppeling komen, hè, tussen u en uw klant, want anders blijft het ook sleuren aan een dood paard. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Het antwoord dat ik daarop heb is, ken uw eigen overlevingsstrategie en ken ook de overlevingsstrategie van uw klant. Dat is handig om te snappen. Want dan snapt u dat u beide op een andere manier naar dezelfde realiteit kijkt. En daar gaat dit verhaal over. Want onze overlevingsstrategie
Oh, daar is de ijsbeer. Die is ook aan het overleven. Kijk, die was net nog helemaal veilig. Die moeten we voortaan voor die anderen doen. Zo zie je, met voorbereiden gaat ook wel eens wat mis. En nu staat hij daar. Zo relatief is veiligheid. De volgende vraag. Wat is onze overlevingsstrategie? Ik ga het u vertellen. Heel simpel, houdt die overlevingsstrategie ons op de been. Die zorgt ervoor dat we kunnen overleven, dat we ons veilig voelen. Het motiveert ons ook om in actie te komen. Het is onze comfortzone. Als we daar binnen opereren, dan voelen we ons veilig. Dit is allemaal nog heel conceptueel. Ik ga u straks voorbeelden geven van strategieën. Uiteindelijk, en dat is het belangrijkste voor dit verhaal, die overlevingsstrategie geeft ons bestaansrecht, geeft ons veiligheid en is daarmee de belangrijkste onbewuste drijfveer. En nou wordt die interessant, want dat is waar het verhaal hierover gaat. We hebben het hier over onze onbewuste drijfveer. En die drijfveer die stuurt ons de hele dag aan om vooral datgene te doen waar we ons het meest veilig bij voelen. Ik wil u daar dadelijk wat voorbeelden van geven. Eén ding hebben al die strategieën gemeen. Er zijn er uiteindelijk 9. Dat kan je gewoon werkelijk aantonen. Net zoals je mannen en vrouwen hebt, heb je ook 9 persoonlijkheidsstructuren. We kennen misschien, een aantal van u kent het misschien wel, het Enneagram. Ennea is 9. Ook zij baseren zich erop. Er zijn meer leren die zich erop baseren. Het is ook best heel logisch. Uiteindelijk zijn er 9 manieren van overleven. Dat betekent niet, als jij dezelfde overlevingsstrategie hebt als je buurman, dat je precies hetzelfde je gedraagt. Dat betekent hooguit dat je dezelfde overtuiging hebt. Hetzelfde beeld hebt over de wereld. Laten we eerst eens kijken hoe zo'n strategie werkt. Want het is heel apart. Er zit iets in ons dat zegt, ik mag hier pas zijn op deze aarde als ik voldoe aan, en dan komt er iets. Als ik maar altijd leuk ben. Als ik maar hard werk. Als ik maar trouw ben. Als ik maar doe wat mijn baas wil. Dan komt er iets. Ik mag hier zijn als ik voldoe aan mijn eigen ideaalbeeld. En nu ga ik een brug slaan die best lastig is. Besef even goed hoe het dus werkt. Onbewust, want dat is belangrijk om even te snappen. Onbewust zijn wij de hele dag bezig om aan onze eigen ideaalbeelden te voldoen. We hebben een, noem het een zelfbeeld. Een manier waarop we graag willen zijn. Nou, laten we eens een proef op de som nemen. Een mooie vraag is dan altijd, hoe zou je nou later, als je er ooit op een dag niet meer bent, het liefst herinnerd willen worden? Vraagt u zich dat wel eens af? Wat wil u nou graag? Nou, laten we hem iets dichterbij doen. U neemt dadelijk, gaat met pensioen en dan komt zo'n mooi praatje. Stel dat u in dienst bent of u bent ZZP'er en u neemt afscheid van uw trouwste klanten. Wat wilt u dan dat er over u gezegd wordt? Noem eens wat. Dat? Toegevoegde waarde, dus u wilt toevoegen. Zegt dat iets over u als persoon? Bent u iemand die graag levert, toevoegt en iets van het ene punt naar het andere brengt? Ja, dus dan begin je al. Dat beeld, dat ideaalbeeld, dat zelfbeeld, dat motiveert dus ook waarschijnlijk iedere dag weer u om uit uw bedje te komen. Als u zou denken, ik heb niks meer toe te voegen, nou, hè? Dan zou je misschien wel in een beetje blijven liggen. Dus het is ook fantastisch, hè? Het is prachtig. Besef één ding ook. En dat is echt heel gek om te beseffen. Dat gaat u zelfs in deze 3 kwartier ook niet binnenkrijgen. Maar dat moet u dan maar van me aannemen. Meer dan 95% doen wij onbewust. Sommige mensen hebben misschien het boek wel gelezen. Van Op Dijksterhuis, Het Slimme Onbewuste. Er zijn heel veel auteurs op dit moment, hoogleraren, die gewoon heel simpel kunnen aantonen dat aan de hand van hersenactiviteit, dat we gewoon onbewust handelen. Pas daarna gaan die hersenen actief worden. Dus dat loopt erachteraan. We doen bijna alles onbewust. Die mevrouw die zegt, ik wil bijdragen, heeft dat niet op een dag bedacht. Die dacht niet toen ze 3 was, weet je wat ik in dit leven ga doen? Ik ga bijdragen. Nee, dat zit dus in je psychologische DNA. En zo wil je dan ook graag herinnerd worden. Dus zal je er hele dag door ook alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Andere mensen, hoe wil je herinnerd worden? Ja, je stil van, hè? Betrouwbaar. Betrouwbaar, ja, kan er ook mee zijn, hè? Is dat een belangrijke waarde voor jou, André? Vertrouwen. Ja,
Vertel eens, is dat omdat je graag betrouwbaar wil zijn? Is dat waar je naar streeft of omdat je het bent? Je zou je schamen als je niet betrouwbaar zou zijn. Ja. Maar is dat dan ook dat je zegt, dat is nou echt mijn hoogste waarde, daar doe ik het allemaal voor? Ach, en hoe combineert dat met betrouwbaar? Avontuur en variatie? Iedere keer wat nieuws, dan wordt het steeds spannender. Na 5 jaar is het wel klaar. Ja, oké. Nou, ik weet het niet alleen, maar kijk, laat ik het zo zeggen. Betrouwbaarheid, veel variatie, avontuur, bewegelijkheid, steeds nieuwe dingen. Het zou zich moeilijk kunnen verhouden tot elkaar. Het is niet uitgesloten dat je het kan combineren. Maar dan gaat het weer om de hiërarchie. Wat is nou het allerbelangrijkste? Ik kan het u vragen, en u gaat het heel interessant worden. U kunt mij geen antwoord geven. Want ik leg hem net uit, we doen het onbewust. Dus eigenlijk hebben we helemaal niet door waarom we doen wat we doen. Ik zal u een kijkje geven in die 9 strategieën. Al die strategieën hebben dus 1 ding gemeen. En 1 van die strategieën, geloof het of niet, gaat over u. En wat is nou het leuke hiervan? Binnen zo'n drijfveer, binnen zo'n strategie, heb je natuurlijk allerlei variaties. Laten we gewoon eens kijken naar een eerste strategie van een type 1. Ik ga er 9 heel kort aantypen. En ik probeer u dan in die wereld even mee te krijgen. Dit type zegt, ik mag er pas zijn als ik het juiste doe en altijd mijn eigen norm haal. Er is dus een type mens die de hele dag door bezig is om vanuit zijn eigen normen te opereren. En dan kan de hele wereld zeggen, je moet linksaf en je kan toch beter die route nemen. Maar als jij een type 1 bent en jij hebt het in je hoofd gezet dat het op die manier moet, dan zal het op die manier gaan. Dus type 1 mensen kunnen daar rigide in zijn. Maar het zijn ook mensen uit 1 stuk, dat begrijp je natuurlijk al. Want het zijn mensen die zich heel duidelijk aan hun eigen afspraken houden. Hebben ook graag dat jij je aan je afspraken houdt. Maar nou wordt die leuk, want dat type 1 mens, dat kan in een geel vakje passen, in een rood vakje. Of niet per se meteen een kleur te hebben. En dat is het interessante van die drijfveren. Het zegt op zich niks over je gedrag. Stel dat jouw norm is, ik wil in dit leven vooral lekker vlieren, fluiten en veel plezier hebben. Dan ben je een totaal ander type mens dan een type 1 die zegt, ik wil in dit leven vooral structuur, duidelijkheid, hou vast. Dan zit je er heel anders in. Wat je gemeen hebt, is dat je beide uitgaat van je eigen norm, maar de inhoud van de norm verschilt. Dus je hebt te maken met een heel ander type mens. Begrijpen jullie dit concept? Begrijpen jullie dat die drijfveren dus gedrag overstijgen? Deze lezing heet, je bent meer dan je gedrag. Wat ik jullie nu eigenlijk uitleg, we kunnen ons allemaal precies hetzelfde gedragen vanuit een totaal ander gedrag. En nog interessanter wordt het, we verstaan onder begrippen ook vaak iets anders. Ik had net een hele leuke, boeiende discussie, onder andere met André en nog een hele leuke meneer. En we hadden het over enthousiasme. Is die meneer nog gebleven of is hij afgehaakt? Nou, het is hey, hallo. Enthousiasme, dat was heel erg leuk. Want als je dan door, wij noemen binnen de V-Cirkel Academie, een woord als enthousiasme noemen wij een containerbegrip. Waarom? Omdat iedereen weer iets anders verstaat onder enthousiasme. En we smijten ermee alsof we allemaal begrijpen waar het over gaat. We hebben het over daadkracht en iedereen denkt, oh ja, daadkrachtige mensen. Maar op dat moment hebben we allemaal een projectie op het woord daadkracht. Dus weer een heel andere inhoud. Voor je het weet, vul je een vragenlijst in. Ben je enthousiast? Nou André, wat versta jij onder enthousiast? Enthousiast, veel energie erin. Veel energie erin. Mijn grote vriend boven. Ja, daar zit ik ook wel in te denken van, nou, kijk, die naar buiten toe treden en, naar buiten toe treden, ik hoorde je ook wel net iets hebben over dingen neerzetten. Die beweging zie ik je ook steeds maken, klopt dat? Ja. Ja, dus enthousiasme betekent ook dat je dingen wil neerzetten. Misschien wel dat je te enthousiast wordt, de dingen onder controle wil houden. Nog een definitie van enthousiasme. Passie. Passie, geweldig, wat prachtig. Wat is de romantische hoek daarboven?
Dat is mooi. Oké, dus passie, bewegelijkheid, openstaan voor nieuwe ideeën, zin hebben in het leven, dingen neerzetten. Enthousiasme is een containerbegrip. Net als zorgzaam. Wat is nou zorgzaam? De een zegt, zorgzaam is dat je altijd klaar staat voor een ander. De ander zegt, zorgzaam is dat je goed voor jezelf zorgt. Weer de volgende zegt, zorgzaam is dat je doet wat er van je verwacht wordt. Daar ga je weer. Dus hierbij probeer ik jullie eigenlijk te vertellen op een beetje charmante manier. Een vragenlijst invullen, doe het nooit, want het is volstrekt een flauwekul. Dat brengt mij op type 2. En jongens, deze types, besef dit even, over type 1 kan ik een week praten. Want dit gaat over persoonlijkheidsstructuren. Dit gaat niet over een batterij vol gedragingen. Dit gaat over een drijfveer. Dus er zit een wereld achter. Ik tik ze even aan om een paar werelden te laten zien. Bijvoorbeeld een type 2 die denkt, ik moet bijdragen aan het geluk van anderen, dan mag ik er zijn. En jongens, dat dan mag ik er zijn is echt dwangmatig. Als je een type 2 bent, zal je de hele dag bezig zijn met behoeftes scannen. Constant. Dit doe je 24/7. Het is niet zo dat je op zondag en zaterdag denkt, ik ben even geen type 2. Dat ben je altijd. En dat is ook zo leuk. Want veel van die modellen waar we het over hebben, die gaan over, ja, maar ik ben op gedrag, op mijn werk weer een andere dan thuis. En ik ben thuis weer een andere dan in mijn gezin of bij mijn vrienden. En dat heeft alles te maken natuurlijk met dat gedrag variabel is. Jullie gedragen je vanavond ook weer anders dan, hey, jullie houden de dag nog net vol. Je denkt, nou nog één borreltje dan, ik moet ook nog rijden. Maar ja, goed, kom, ik ben hier dan toch. Ondertussen zie je op de app dat je vrouw zegt, waar blijf je? Nou, je voelt hem al aankomen. Dan op een gegeven moment kom je thuis en ben je eigenlijk hartstikke moe. Terwijl je net nog met veel energie en enthousiasme een collega op de schouder slaat. Dus je gedraagt je anders. En wie ben je nou? Ben je nou die man die dadelijk thuis komt en zegt, ja, nee, dat is prima. Ja, maar vertel er nou eens wat over. Ja, nou ja, allemaal dezelfde mensen weer als vorig jaar. Weet je, je moet zoiets één keer doen. En vorige keer ben ik ook nog niet geweest. Dus ik dacht, nou, ik ga even. Maar dan moet ik ook naar 3 lezingen luisteren. Ja, onverwacht, dat was een leuke lezing. En ja, vertel ik je morgen wel, schat. Oké. Dan ben je weer een ander dan iemand die zich dadelijk staat uit te putten met een glaasje wijn en wel ineens alles laat zien. Daarom is gedrag zo moeilijk te meten. Wij meten mensen niet op gedrag. Dat vinden wij helemaal niet interessant. We moeten wel naar gedrag kijken, want we moeten wel ergens beginnen. Mensen die bij ons worden opgeleid, die leren door gedrag heen kijken. Niet dat ze jomanda worden, ze worden gegeven allemaal heel down-to-earth coaches. Maar wat leren zij, waar kijk je dan naar als je niet naar gedrag kijkt? Naar de overtuigingen erachter. Als jij een type 2 bent, heb je dus de overtuiging. Een overtuiging is een generalisatie. Als dan, als ik maar bijdraag, dan mag ik er zijn. Dat is een overtuiging. Wat natuurlijk gewoon volstrekt flauwekul is. Als je geen type 2 bent, begrijp je dat. Als je het zelf bent, dan geloof je het heilig. Net zoals type 3 gelooft. Ik mag er zijn als ik veel neerzet en presteer en altijd mijn doelen haal. En dan zullen er heel veel mensen zijn die in een werkcontext zeggen, oh, dan ben ik die 3. Maar zo werkt het dus niet. Een type 3 doet het ook thuis. Die is ook in het weekend weer bezig. Een type 3 moet doen, doen, doen. Want ik ben wat ik doe, denkt type 3. En als ik niks doe, ben ik niets. Ben ik niets waard. Zo ver gaat het. Type 4 daarentegen, dat is de passiehoek. Ik mag er zijn als ik echt mezelf ben. Als ik dicht bij mezelf blijf, als ik vanuit mijn gevoel opereer. Als ik altijd vertrouw op wat ik voel en me vooral niet conformeer aan alles en iedereen. Je kent wel die mensen die altijd net eventjes de dingen op een andere manier doen. Kent u ze? Type 4 mensen, mogelijk. Pas wel op met typeren, dat is hartstikke moeilijk. Dat is het enige nadeel van deze methode. Het kan dus niet met vragenlijsten en je kan het ook niet zelf. En dan denk je, nou, dan heb je een geweldige markt voor jezelf gecreëerd. Want dan komen ze allemaal naar de academie. Nou, u bent natuurlijk zeer welkom. Maar zo simpel is het ook niet. Want het is ook best een beetje eng. Want als je dit over jezelf weet, dan weet je alles. Dan weet je waarom je relatie loopt zoals die loopt. Weet je ook dat je partner inruilen misschien weinig zin heeft. Want bij die volgende partner ga je misschien wel weer naar hetzelfde toe werken. Ja, André, ook voor jou geldt dat. Ja. Heb je haast? Ja. Ik heb een borrel. Ik heb nog even. Hallo, ik ben net begonnen. Type 5.
Die zegt, misschien dat sommige mensen wat herkennen, dus daarom tik ik ze even aan, de werelden. Ik mag er zijn, dat ik de wereld begrijp, als ik voldoende kennis heb om mijzelf te kunnen redden in het leven. Het zijn die mensen die zeggen, eerst weten, dan doen. Dus ik wil wel goed geïnformeerd zijn. En als ik alle informatie heb, dan kom ik naar buiten. Wat ben je als je dit type bent, ben je 24/7 bezig om informatie te verzamelen. En dat is niet dat je in boeken zit, wel nee, dat kan op 101 manieren. Maar je zal bezig zijn om je altijd goed te informeren voor je naar buiten komt. Een type 6 heeft een hele andere strategie. Die zegt, ik speel liever in op de verwachtingen van anderen en ik ben liever loyaal aan anderen. Ik voel van binnen een onzekerheid. Die onzekerheid kan ik moeilijk zelf oplossen. Dus laat mij maar een beetje meegaan in het team. Het zijn dan de echte teamplayers. Ik geef niet graag namen aan de types. Er zijn natuurlijk ook boeken die dat wel doen. Die zeggen, nou, dit is dan de loyalist. En dan hadden we de observator. En bij type 4 hebben we de romanticus. En type 3 is de presteerder. Doen we niet aan. Want in iedereen zit een presteerder. In iedereen zit een loyalist. In iedereen zit een enthousiasteling. In iedereen zit een zorger. Dus als je mensen daarop gaat typeren, doe je mensen tekort. Terecht zijn mensen bang om in een hokje geduwd te worden. Want bijna alle typeringen zijn op gedrag gestoeld. En als je een typering op gedrag stoelt, dan doe je iemand tekort. Je moet kijken naar wat er achter dat gedrag zit. Type 7 tenslotte. Even opletten, André. Die zegt, ik mag er zijn als ik het plezierig en licht hou. En altijd optimistisch. Ben jij dat? Nou, nee. Nee, wat spreekt tegen? Hij slaat op de hand, hoor ik hier. Ja, ik merk het, ja. Het valt ook echt op als je... Je herkent wel wat. Ja. Herken je het denken in mogelijkheden? Ja. Zullen we eventjes een beetje zo'n type 7 herkennen? Die zijn dus, moet je voorstellen, je hebt dus besloten in dit leven, ga ik de zwaarte en de pijn uit de weg. Dan voel je dus de hele dag door hoe pijnlijk het leven is. Hè? Want iets wat je uit de weg moet gaan, dat vergeet ik er bijna bij te vertellen. Een type 3 die heel hard wil presteren en doelen wil neerzetten, die is natuurlijk de hele dag bezig om niet te falen. Dus waar ben je mee bezig? Als jij bovenaan die skipiste staat en zegt, ik ga niet vallen, waar ben je dan mee bezig? Ja, een lachgrapjas. Dan ben je bezig met vallen. Want het woordje niet wordt helemaal niet geregistreerd door onze hersenen. Denk maar eens niet nu aan een koel glas witte wijn. Niet doen, hè? Niet aan denken. Werkt niet. Dus wat doen wij? We zijn de hele dag zo druk met vermijden, dat is dat overleven van ons, dat we eigenlijk... Onze overlevingsstrategie wordt eigenlijk een beetje onveilig. We zijn daar zo hard mee bezig en zo druk om iets te vermijden in het leven wat er gewoon is. Er is pijn in het leven. Er is zwaarte. Je wordt beperkt. Hoe is het voor jou, André, om beperkt te worden? Je hebt geen idee. Zo is hij ermee onbekend. Leuk, hè? Mooi is dat, hè? Zo goed kan hij dat dus vermijden. Fantastisch, hè? Ja. Want een... Beperking is iets wat op zich bij het leven hoort. Hoe kan je dat omzeilen, André? Hoe kan jij ervoor zorgen dat jij niet beperkt wordt? Kan je ons dat uitleggen? Of is het zo van nature je neiging om niet te laten beperken? Hou je van vrijheid? Ja, André denkt dat hij wel van vrijheid houdt. Ik denk het ook. We gaan naar type 8, want anders wordt André helemaal in verlegenheid gebracht. Dat is wel duidelijk. Wordt ze te beperkt, hè? Dat moeten we natuurlijk niet doen. Zet je in je vermijding. Wat doe ik nou toch? Hè? Wat een aardig wel. Type 8 zegt, ik mag er zijn als ik in mijn kracht sta en de touwtjes in handen heb. Hè? Als ik maar altijd zorg dat ik in controle ben, dat ik het zelf kan doen in het leven. Want op anderen vertrouwen vind ik eng, hè? We zeiden net van type 6, vertrouwen op anderen is veilig. Maar voor een type 8 is het precies omgekeerd. Ik vertrouw liever op mezelf. En een type 9 tenslotte zegt, laat mij nou maar gewoon zorgen dat alles in harmonie blijft. Ik bewaar de lieve vrede. We functioneren een beetje op de achtergrond. En als we met elkaar samen het op een fijne manier allemaal kunnen doen in dit leven, dan overleef ik het wel. We zijn allemaal aan het overleven. En dat is logisch. Je wordt in een wereld gegooid. En er gebeurt van alles, komt van alles op je pad, dingen waar je niet om vraagt, gebeuren onverwachte dingen en je moet er maar mee dealen. En dan heb je die overlevingsstrategie die jou daarbij helpt. Die overlevingsstrategie
overlevingsstrategie is jouw onbewuste drijfveer. Die stuurt jou de hele dag aan. Laten we hem even samenvatten. Jouw onbewuste drijfveer bepaalt 95% van je doen en laten. Bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Door welke bril jij naar de wereld kijkt en hoe jij betekenis geeft. Als jij ervan overtuigd bent dat er overal gevaar is, ga je ook overal gevaar zien. U kent het allemaal, u bent bezig met gevaar. Hè? U bent bezig om organisaties te behoeden voor risico's, voor gevaar. Dus u zult overal het gevaar zien. Anders was u niet zo goed in uw vak. Maar zo is het ook met onze overlevingsstrategie. Als je de hele dag je eigen hoge norm wil halen als type 1, heb je natuurlijk de hele dag contact met, omdat je de lat daar hoog op legt, waar je hem niet haalt. Dus we zijn constant bezig om betekenis te geven vanuit die bril die we op hebben. En jouw type, jouw overlevingsstrategie bepaalt welke ideaalbeelden je najaagt. Wat is de rol van een aspiratieniveau hierbij? Wacht even, even de vraag opnieuw. Wat is de rol van een aspiratieniveau hierbij? Ik kan me niet voorstellen dat je alles zo absoluut behandelt. Ook omdat je een mix van... Ja, dat is, nou, de vraag is fantastisch en fijn. Laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk is er één drijfveer die jou aanstuurt. Die drijfveer die bepaalt nog niet hoe u zich gedraagt. U en ik kunnen dezelfde drijfveer hebben. Maar op een hele... Kijk, stel dat wij er allebei zijn van wij willen het graag licht houden en we willen plezier hebben in het leven en de pijn die willen we liever vermijden. U kunt wel een heel ander idee hebben van plezier dan ik. Ik heb een oudste zoon, die houdt heel erg veel van plezier. Plezier is voor hem surfen, natuur, etc. Ik heb een vriend, die houdt ook heel veel van plezier. Voor hem is plezier sociaal, feesten, veel prikkels uit de buitenwereld. Een totaal andere beleving van plezier. Die lijkt weer veel meer op een type 6 neef, die ook heel veel sociale dingen wil doen. Want als hij sociaal is, voelt hij zich het veiligst. Dus technisch gezien lijkt die zesneef veel meer op mijn zevenvriend dan dat mijn zevenvriend op mijn zevenzoon lijkt. Kunt u het vatten? En daar is het zo'n mooie manier. Je gaat mensen dus niet, terwijl je even in dat hokje moet van die drijfveer, dat is waar. Maar hoe typeer ik u? Als ik met u een gesprekje zou voeren, dan zou ik naar uw overtuigingen gaan kijken. Zullen we het eens doen? Ja? Wil u naar voren komen? Voordat ik dit doe, wil ik toch even de volgende sheet laten zien. Ik kon nog even mijn verhaalkracht bijzetten, want dat weet allemaal. Ik kan nog uren praten, maar dat is nu niet interessant. Even het verschil, nogmaals, tussen gedrag en drijfveren. Gedrag is uitwisselbaar. Hè? Ik bedoel, iedereen kan op een bepaalde manier gedragen. Het is incidenteel. Ik gedraag me nu weer anders dan straks. Gedrag is contextgebonden. Als u in uw pak bent en bij een klant bent, gedraagt u zich anders dan als u zondag met een van uw kinderen lekker aan het dollen bent. En het is vaak aangeleerd. We kopiëren toch ook dingen van onze omgeving. Maar pas op. Denk nou niet makkelijk, mijn vader was autoritair en daarom ben ik zo geworden. Of ik kreeg weinig aandacht en daarom ben ik nu een beetje aandachtziek. Hoe wij omgaan met de omstandigheden wordt bepaald door de drijfveer. En niet omgekeerd. Daarom zijn kinderen uit één gezin ook vaak totaal anders. Ik heb zelf 3 zussen. Als wij met z'n vieren over onze ouders praten, dan lijkt het net of wij alle 4 uit een ander gezin komen. Ik begeleid heel veel relaties. Ik denk soms, jongens, zitten jullie eigenlijk wel in hetzelfde huwelijk? Dus hoe je het beleeft, hoe je het betekenis geeft, dat is puur subjectief. En wij zoeken naar hoe geven mensen de dingen betekenis. Dat gesprekje ga ik nu voeren. En waar ik dan naar op zoek ga, en ik zal u meenemen in mijn zoektocht, is naar de overtuigingen. De coaches die bij ons worden opgeleid, de mensen die bij ons gewoon bewustwording komen doen, of
komen ontdekken wat je onbewuste drijfveer is. Je hoeft het ook allemaal niet meteen te kunnen typeren. Ben je coach, dan leer je bij ons om op zoek te gaan naar de onbewuste overtuigingen, de ideaalbeelden. Die geven ons informatie over de persoonlijkheid. U vroeg ernaar en ik voelde, maar dat kan een interpretatie zijn, enige vrevel zo van ja, hallo, je bent toch een beetje een variatie van iets. Je bent toch niet zomaar één ding. Klopt dat? Ja, ik heb met meer dingen te maken. Ik maak er keuzes in. Keuzes hoe ver ik ergens in wil gaan en hoe ver ik in iets anders wil gaan. Ja, dus u zegt van ik moet wel keuzevrijheid houden. Ja, dat is wel een ja zo van, daar ga je niet aankomen. Ja, ik denk het wel. Ja? Eerlijk gezegd denk ik dat er bij heel veel mensen zo'n rol zit. Ja, en dat is leuk, altijd de beste opmerking. Als wij denken dat iets bij veel mensen zo zal zijn, is het meestal een projectie. Ja, dat kunnen we projecteren ons de hele dag het rondje, geeft helemaal niks. Maar weet het wel, even weet ook dat de gemiddelde psycholoog hetzelfde doet. Dus voor je het weet zit je aan het thema afwijzing te werken, omdat de psycholoog zelf heel veel afgewezen is in het leven. Ja, het spijt me dat ik zo zeg, maar ik kan het niet leuker maken. Ik heb een aantal boeken meegenomen die ik heb geschreven. Een van mijn boeken heet De 5 principes van effectief coachen. En die gaat erover dat heel veel psychologen jou onbewust, hoor, doen ze niet expres, want die mensen doen het ook goed, dwingen om aan hun thema's te werken. Dus hoed je daar even voor. Hoed je dus voor de onbewuste psycholoog. Zorg dat je een psycholoog hebt die zijn drijfveer kent. Zorg dat je die van jezelf kent en ook van je team. Want dan begrijp je waarom de een zegt, kom op, je moet wat geprofileerder zijn. En de ander zegt, ik ben juist liever minder ongeprofileerd. Laten we eens kijken naar uw persoonlijkheidsstructuur. Keuzevrijheid is belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Zou je daar wat over kunnen vertellen? Dan even in dat ding. Daar mag je even ik vind het heel moeilijk. Ja, is moeilijk, hè? Ja. Dat is eigenlijk wel onbewust, hè? Wel, maar laten we eerst maar eens kijken wat u bedoelt met keuzevrijheid. En dat mag echt een heel triviaal voorbeeld zijn. Maakt niet uit. Ik wil op bepaalde dingen gaan reageren. En die vind ik bij mij horen of mijn verantwoordelijkheid of mijn zin om daar iets in te veranderen of in te doen. U zegt reageren. Is het bij u zo dat dat ook de volgorde is? De prikkel moet uit de buitenwereld komen en daar reageert u graag op? Dat vind ik makkelijk, ja. Ja. Maar dat is dus u houdt van makkelijk? Ja. Ik ben niet genoeg. Ja, dus ongeveer zoals André, ik ben betrouwbaar, maar ik wil wat variatie. Laten we eens even kijken. U zegt, ik hou van makkelijk. En dat is interessant, hè? Want laten we eventjes, er zit geen oordeel op. Hè? Het is ook niet zo dat het ene type leuker is dan het andere type. Er zijn mensen die zeggen, joh, voor mij is iets pas de moeite waard als ik er lekker voor geknokt heb. Daar hou ik van. Maar er zijn ook mensen die zeggen, waarom nou zo ingewikkeld doen? Waarom niet gewoon wat makkelijker? Laat ik zo meer met de flow meegaan. En daar vind ik ook wel mijn weg. Voor beide valt wat te zeggen. Als wij met mensen aan het werk gaan, even vragen alvast op jou, dan gaan we op zoek naar de onbewuste drijfveer en dan merk je dat daar een bundel overtuigingen achter zit. Die overtuigingen, die overdrijven we gigantisch. We doen dit alsof ons leven ervan afhangt. Daarin draaien we vast. Daar gaat het nieuwe boek van mij, de opbrandfactor, over. Dat we onszelf opbranden, uitputten. Door het altijd maar op die manier te doen. Omdat we werkelijk niet beseffen dat het ook op een andere manier kan. Dus wat doen mensen bij ons? Die leren iets bij. Want in iedere drijfveer zit niet waanzinnig veel kwaliteit. Dat gaan we mensen natuurlijk helemaal niet afnemen. Want misschien klinkt het gek voor mensen die houden van knokken en mega ambitieus zijn, maar als je het een beetje op een makkelijke manier kan, is dat op zich een kwaliteit. Hoe regel jij het, dat je het wat makkelijk houdt? Is dat iets wat jou het algemeen wel kenmerkt, dat je niet te moeilijk doet? Nee, ik kan niet. Mij wordt vaak geweten dat ik te moeilijk doe. Ja, is dat zo? Ja. Oké, en wat bedoelen mensen dan, als ze dat zeggen? Ik ben redelijk analytisch ingesteld, dus ik zoek vaak naar de echte waarheid er ergens achter. Mooi. Maar dat vind ik vaak te moeilijk, omdat er een makkelijke weg is. Dus daarom is wel een mooie definitie van moeilijk, hè? Nou denk je, nou, die man die gooit met dingen in thuis, of die doet hele nare dingen. Maar hij is gewoon maar alleen maar analytisch. Jij vraagt door waar anderen ophouden misschien. Ja. Ik denk soms dat er iets achter kan zitten waar je meer aan zal hebben als je dat weet. Ja. Dan dat je dat dus je bent, even passeert. Begrijp ik goed dat je iets met weten hebt? Dat je graag de dingen wil begrijpen? Kunnen duiden? Ja, ik moet het kunnen begrijpen. Ik moet het kunnen verklaren. Ik hoef het niet mee eens te zijn. Je hoeft het niet mee eens te zijn. Nee, wat interessant. En als je zegt, ik moet het kunnen verklaren,
En dat koppel je aan elkaar. Dus ik hoor hier al een overtuiging. Hè? Als je het begrijpt, dan kun je het verklaren. Hij zegt het niet zo, maar als je het goed hoort, wij vertalen, wij zijn tolken. Dus als je het begrijpt, kun je het verklaren. Is dat zo in jouw leven? Het gaat twee kanten op dan. Ja, natuurlijk. Dat is niet helemaal volledig, ik hoor het wel. Voor mij is het belangrijk dat ik iets begrijp, ja? Maar ik wil het begrepen worden. Oké. Okay. Het is niet dat ik dan mijn wil op wil leggen, maar het is dat ik begrepen wil worden. Dus. Waarom is dat zo belangrijk om begrepen te worden? Geen flauw idee. Dat weet je niet. Maar het andere weet je misschien wel. Waarom vind je het belangrijk om te begrijpen? Laten we eens gewoon, laten we het even veilig maken, laten we eens naar je werk kijken. Kan ik op reageren? Ja. Als ik iets begrijp, kan ik er... Kan je er iets mee? Over nadenken, kan ik er iets mee doen? Ja. Kan ik er in mijn ogen de juiste handeling mee doen of de juiste reactie op geven? Okay. Dus eerst begrijpen, dan handelen. Klopt dat? Ja, zo vind ik wel in elkaar. Ja, dat is mooi. Dat weten we al één ding. Hè? Dus we weten al, wij weten nu als drijfverencoaches al, een aantal types kunnen we er zo wel uitpoetsen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou eerst doen en gaandeweg ontdek ik wel allemaal hoe het in elkaar zit. Die gooien we er al even uit. Hè? We geloven nu even op zijn woord. We zouden in een echte drijfveren-scan langer hierop doorgaan. Maar nu even voor deze context doen we het even zo. Ik heb hier te maken met een man. Ik wil nog even een vraag, want we straks nog even. Ja, doe eens even. Dan kan ik hier aan koppelen, denk ik. Wat leuk. Ik ben ook iemand die in crisissituaties redelijk goed kan opereren. En daar ook wel dingen in meegemaakt heb. Wat is jouw dan ben ik heel handelend. Dan ben je handelend. Ja. Oké, dus jouw niveau crisis. Dan begrijp ik het ook niet meer. Ja. Dan doe ik ook dingen die ik niet begrijp, waarvan ik denk, nou, als ik maar iets doe. Nou is het interessant. Bedankt dat je deze informatie geeft. Want wat ik nu dus al van je weet, is dat jij op zich niet heel erg houdt van conflicten en crisis. Want dan ga je als een dolle handelen. Ja, vind ik wel goed. Ik ga wel proberen de crisis te vermijden, maar ik kan er veel zwaarder in gaan zitten. Ja, om aan alle kanten duidelijk te krijgen wat er nou eigenlijk speelt, hoe kun je in een crisis komen? Als weer begrijpen, hoe kom je nu in een crisis? We hebben hier te maken met een wereld, dus een man die wil dingen begrijpen. We hebben, ook in de antwoorden, dat noemen wij congruent, wat hij zegt, doet hij ook. Zelfs in de antwoorden analyseert hij. Hij gaat ook zelfs mij vragen stellen. We zitten al in een soort debat, hè? Dus zo makkelijk gaat het, hè? Nou, dat heb ik wel. Nee. Ik ben Dus mag ik concluderen dat je iets hebt met willen weten, willen begrijpen. Hoe is het dan voor jou als jij... Kan het ook wel eens, laat ik het even... Het is een wat gestuurde vraag, maar even, Jinek doet dat elke avond en heeft zelfs zijn eigen programma, dus ik waag er ook maar even aan. Is het zo dat het voor jou omgekeerd ook lastig is om te gaan handelen als je het niet begrijpt? Ja, dat gaf ik eigenlijk net aan. Als ik iemand niet begrijp, kan ik hoe ik daar een reactie op geven. Dat ik ook niet denk dat die juist is. Het leukste zinnetje vind ik, gaf ik net aan. Hoe is het voor jou als jij zou moeten herhalen? Minder enige irritatie. Ik mag best wel iets te graag praten. Dus ja, ik mag wel graag praten. Maar dingen die meerdere malen worden gezegd, hoe is dat voor jou? Zonde. Heb je iets tegen verspilling in het algemeen? Nee. Niet. Je bent wel een verspiller. Juist niet. Ik ben een tijdverspiller in sommige tijdverspiller. Omdat ik iets wil weten terwijl er iets gedaan kan worden. Dus je bent vrij veel tijd kwijt met informatie verzamelen. Je bent vrij hard bezig om te zorgen dat je voldoende de begrip hebt voordat je handelt. En blijkbaar heb je daar een belang bij. En dat belang is misschien moeilijk voor je om te... Je actie in ieder geval effectief maken. Of, ja, het gaat over effectiviteit. Of met mensen op een goede manier contact hebben. Ja. En daar dus iets mee kunnen doen. Dus we hebben het over iemand die zegt, ik wil wel effectief zijn. Ik wil niet te veel mijn tijd en mijn energie verspillen. Maar ik verspil het aan de andere kant weer wel. Want doordat ik zoveel informatie aan het vergaren ben, ben ik soms toch wel wat tijd kwijt. En die had ik misschien beter kunnen gebruiken door te gaan handelen. Ja, dus daar probeer je wat in te sturen. Ja. Dus ben je onafhankelijk? Waar zoek je het antwoord? Hij zoekt daar het antwoord op. Wij weten wat een hoofdtype is. Dan moet ik inderdaad daar zoeken. Ja. Ben je onafhankelijk? Hou je van je onafhankelijkheid? In de zin van dat je graag objectief bent, feitelijk bent, dat het waarneembaar is. Wat ik nu allemaal vertel, je moet het allemaal maar geloven ook, hè? Dat doe ik ook nog niet helemaal. Nee, dat hebben we
ik het zie, hij gaat weer vragen stellen. Onafhankelijk betekent objectief. Betekent dat je eigenlijk wel los wil blijven van je emoties. Je hebt ze wel, ik zie hier een hele gevoelige man zitten. Maar uiteindelijk bestudeer je je emoties. En als het te veel wordt, zal je je even willen terugtrekken om je emoties te begrijpen. Dan zien we je weer, maar je wil er onafhankelijk van blijven. En onafhankelijk kan... Ja, ken je dat? Ik haal emoties weg uit veel discussies. Mag ik één cirkeltje uitleggen en dan sluiten we af? Ik denk dat we te maken hebben met een type 5. Kijk eens even mee. Ik doe het snel, dit is een snel scan. En als jullie bij mij komen, dan doe ik er niet 30 per uur hoor. Ik ben geen, zo gaat hij niet. Maar... ik denk dat we hier te maken hebben met een type 5. Nou, luister en huiver. En een type 5 zal nooit zeggen, ik ga je nu alvast vertellen, is niet om mijn eigen falen in te dekken. Je weet maar nooit of ik mazzel heb. Maar type 5 houdt van volledigheid. Dus hij zal nooit zeggen, ja, dit ben ik. Want hij weet nog niet al die andere types. Dus dat is een beetje mijn pech nu. Maar toch gaan we het doen, hè? Okay. Het zelfbeeld van type 5 is, ik wil onafhankelijk zijn. En jongens, dat gaat heel erg ver. Onafhankelijk is een containerbegrip. Wederom. Onafhankelijk betekent niks anders. Ik wil objectief zijn. Ik wil mij baseren op de objectieve realiteit. Ik wil me baseren op feiten. Dus de subjectieve wereld is spannend voor een type 5. Die is interessant om te bestuderen. Maar wat moet je er helemaal mee? Dat is spannend. Laten we eens kijken. Jullie zien een V-cirkel. En die heb ik nog niet geïntroduceerd. Maar die V-cirkel van mij heb ik ontworpen om die onbewuste drijfveer op tafel te krijgen. Iedereen heeft een cirkel. Een verslaving, een verleiding, een vermijding en een verdediging. Verslaving is precies wat het zegt. Je bent er hartstikke aan verslaafd. Je verleiding is je comfortzone, daar wil je altijd zitten. Je vermijding, je weet het, daar wil je bij weg. En je hebt een verdediging om dat vol te houden. Die cirkel, één van die cirkels gaat over u. De cirkel waar ik nu waarschijnlijk mee te maken heb is deze. Schrik niet van de woorden. De verslavingen zijn gekoppeld aan de hoofdzonde uit de Bijbel. Word je niet heel blij van? Het is niet. Dat komt uit enneagram en het is een code om daar verder niet aan te zitten. Ik gebruik verder het woord enneagram eigenlijk niet. Maar ik heb natuurlijk niet die 9 menstypes bedacht. Ik heb de methode bedacht, die V-cirkel, om die menstypes echt zorgvuldig in kaart te brengen. Omdat ik ook in die enneagramwereld erachter kwam dat er weer heel op gedrag werd getypeerd. Oh, jij bent een harde werker, je bent ambitieus, bam, type 3. Ik dacht, dat kan niet. Ik ben ook een ambitieuze harde werker, maar ik ben helemaal geen 3. Het gaat om die drijfveer erachter. Dat doet die V-cirkel, die helpt jou om die drijfveer in kaart te brengen. De verslaving van type 5 is hebzucht. Ik ga het uitleggen. Hebzucht is het verlangen van type 5 om ten alle tijde zichzelf te kunnen redden in het leven. En hij heeft dus een hebzucht naar bepaalde zaken die hem helpen om zichzelf te kunnen redden. Denk aan een hebzucht naar energie, tijd, kennis. Want dat heb je nodig, beseft type 5, om altijd in het leven jezelf te kunnen redden. Een 5 wil zelfsupporting zijn. Dus wat gaat een 5 doen vanuit die hebzucht? Heel erg veel kennis verzamelen, informatie. Want als je het leven begrijpt, dan kun je handelen, dan kan je eraan meedoen, dan kan je participeren. En daar gaat dus ook inderdaad veel tijd naartoe. En dat is soms een beetje contraproductief. En daar baalt type 5 ervan, want het moet allemaal wel efficiënt. Dus een 5 is de hele dag bezig om zo efficiënt mogelijk te leven. Geen verspilling, daar komt hij. Het kan wel op, denkt type 5. Laten we zuinig zijn met onze middelen. Hij lacht nog wel. De vermijding van type 5 is natuurlijk afhankelijkheid. En afhankelijkheid moet je goed verstaan. Afhankelijk van de eigen emotie. Want emoties kunnen je nog wel eens overspoelen. Emoties kosten tijd. Emoties uiten kan ook een tegenreactie oproepen. Dat kan spannend zijn. Ben je getrouwd? Zeg je vrouw wel eens, ik zou wel eens willen weten wat er in je omgaat? Ja, gelukkig wel. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Stel je voor, was had je echt een probleem. Ja, inderdaad, je hebt het gelijk ook. Nou, dus een type 5 zorgt dat hij ook mensen op een zekere afstand houdt. Je ziet hier een ontzettende lieve, toegankelijke man zitten. Neem het allemaal niet te letterlijk. Probeer te beseffen dat... mensen op afstand houden betekent vaak niet dat je mensen wegduwt, maar dat kan bijvoorbeeld zijn door liever over wat meer algemene onderwerpen te praten dan over je binnenwereld. Want als je over je binnenwereld gaat praten, dan kan er zomaar weer iets gebeuren. En dat is spannend.
Vijf houdt dus ook niet heel erg van conflicten. Is de vijf niet uniek in? Niemand houdt van conflicten. Maar er zijn 9 redenen waarom we er niet van houden. Daar gaan we weer. Wat doet de vijf als het dan toch echt allemaal te veel wordt? Want in de wereld van type 5 wordt alle informatie wordt maar opgeslurpt. Het wordt niet gefilterd. Er wordt niet gezegd, dit is belangrijk, dit is minder belangrijk. Het komt allemaal binnen. Je weet maar nooit waar je het nog eens voor nodig hebt. Dus soms overspoelt een vijf zichzelf ook met alles, al die indrukken. Ken je het, dat je moeilijk kan buiten laten? Dat het snel allemaal veel wordt in dat hoofd? Dat het altijd maar druk is? Minder. Dus het was ja, maar het is minder geworden. Ik zeg minder in dat het niet zo zwaar is. Nee, maar voor jou is het niet zwaar. Het is je overleving. Ja, nee, maar het is voor jou op zich niet zwaar. Het zou ook wel zwaar zijn als ik dat hoofd zou gaan legen. Want je bent gehecht aan dat hoofd, wat vol zit. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar ik voel het als vol in ieder geval. Nee. Ik denk ook dat je afhankelijk van waar je mee bezig bent, de dingen daarvoor kan halen en gebruiken en niet gebruiken. Dus je maakt onderscheid. Je maakt onderscheid. En dat was eigenlijk ook waar mijn vraag over ging. Ja. Ik kan het wel doseren. Je kan het doseren, denk je. Je denkt dat je het kan doseren. Ja, dat mag je zeker. Dat is heel mooi. Hij denkt dat hij het kan doseren. Nou, dat zou zomaar kunnen. Herken je het? Dat als het veel wordt of als het heftig wordt, dat je het liefst even terugtrekt. Soms letterlijk, maar dat je dat ook kan in een gezelschap waar het vol is en veel is. En bij die borrel kwam je toch ook een beetje zo bij die boeken staan, zo een soort terugtrekken. Dat je denkt, oké, met wie zal ik eens even gaan aanhaken? Dat soort. Ja. Ken je het? Ja, dat wel. En ken je het ook dat je het soms ook nodig hebt om even helemaal bij jezelf te doen, om weer mee te kunnen doen aan die drukke buitenwereld? Ja, in conflict situaties heb ik in ieder geval een korte rust, 10 tot 10 derde. Ja. Duurt alleen iets langer. Ja, ja. Nou, dat kunnen wij dan terugtrekken. Ja, inderdaad. Dus dan wordt het geteld. Nou, hoe dan ook, herken je er iets in? Ja? In veel van de beschrijvingen. Is heel goed. Het is ook het beste antwoord. Want op dit moment is het ook nog veel te hoogdragend om een heel type te pakken. Maar ik hoop dat jullie hebben gezien dat we verder kijken dan gedrag. Dat we ook meer zijn dan gedrag. Dat we worden. Ga je zitten? Dankjewel. Applaus voor deze. En dat we uiteindelijk worden aangestuurd door onze drijfveer. Waarom hebben we nou de missie met de VCF Academie? Om iedereen zijn drijfveer te laten kennen, want dat willen we natuurlijk allemaal. Omdat wij natuurlijk als kenners van drijfveer de hele dag mensen van alles horen zeggen over hun gedrag. En denken, ja joh, het is heel leuk en ik kan je nu allemaal tips en tricks leren om nieuw gedrag aan te leren. Maar die drijfveer, die overtuigingen, die zijn vele malen sterker dan het gedrag. Ik ga afronden, André, maak je geen zorgen. Dat is precies het probleem met goede voornemens, we kennen het allemaal. Je hebt een goed voornemen en je wil en je zal dit jaar meer gaan sporten. Waarom lukt het niet? Omdat iets in jouw drijfveer jou tegenhoudt. Ben jij een type 2 en wil je altijd beschikbaar zijn voor je omgeving, dan komt het verdomd slecht uit om op die crosstrainer te gaan staan. Want dan kan je er niet zijn voor anderen. Wil je altijd maar presteren, dan komt het misschien ook wel niet uit om naar die sportschool te gaan. Dus ontdek nou eerst eens even wat die drijfveer is. Daar zitten de overtuigingen. En iedere verandering die je niet voor elkaar krijgt in het leven, iedere klant waarvan je denkt dat is zo'n paard waar je aan moet zeulen, daar zit een beperkende overtuiging in de weg. Ga daar naar op zoek en als je die hebt, kan je hem bijstellen en dan krijg je niet alleen jezelf, maar de hele wereld in beweging. Ik dank u voor uw aandacht. Heel erg bedankt, Monique. De microfoon komt bijna weer op gang. Even dat ding, dat hij niet in je haar blijft hangen ook. Dat is helemaal. Dat mag er niet aankomen, dat is duidelijk. Nee, okay. Ik heb te weinig zorgzaams in mij, geloof ik. Ik ben getypeerd. Ik wil jullie allemaal uitnodigen voor de borrel hierna. Kelvin, nog steeds geen bitterballen, hè? Nog steeds geen bitterballen, nee. We doen het nog steeds zo. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Vergeet de punten niet. De uitreikkaart bij de bar voor 4,5 euro. En tot de volgende.